Goedenavond, welkom bij onze vierde aflevering van Kijk TV. Wetenschap, weten, beperkt zich natuurlijk niet tot maar één gebied. Vandaar de grote verscheidenheid van onderwerpen die we telkens hebben. Ook vanavond weer introduceren we een nieuwe kunststof. Een kunststof die eigenlijk de hele wereld aan het veroveren is. Ook maken we een bezoekje aan een laboratorium voor bloedonderzoek. Daar worden allerlei antistoffen geprepareerd voor verschillende ziektes. We nemen ook een kijkje in de toekomst. En we stellen ons de vraag, kunnen straks allerlei mensen met zogenaamde ruimtevliegtuigen om de aarde gaan reizen? We beginnen nu eerst met stof. Wie brandende en ontploffende buizen en gebouwen ziet, denkt niet onmiddellijk aan stof. Toch is stof een zeer explosief goedje. Gemiddeld vindt in Nederland 1 stofexplosie per maand plaats, maar in Duitsland ligt dat gemiddelde op 1 explosie per dag. Melkpoeder, zaagsel, meel, suiker, cacao, veevoeder en koolstof, ze kunnen allemaal explosies veroorzaken. Ieder van u heeft thuis wel eens afgestoft en dan dwarrelt dat stof omhoog. Je staat er dan eigenlijk niet bij stil dat dat stof kan exploderen. Nou ja, wees u niet bang, de kans dat huisstof explodeert is eigenlijk heel erg klein. Maar toch telkens lees je weer in de krant dat een fabriek is vernield door een zogenaamde stofexplosie. Een stofexplosie met een kracht gelijk aan een bom. De grootste stofexplosie van deze eeuw vond plaats in 1979 in een Duitse meelfabriek. De materiële schade bedroeg 110 miljoen mark.